dat is. Bij deze gelukt. Dit is de agenda voor vanmiddag. We hebben 2 uur de tijd. Daar is heel veel te doen. Dus we gaan gauw beginnen. De eerste 3 onderdelen die schetsen wat meer de context van het waarom en het hoe zijn we gekomen tot waar we staan. En daarna gaan we wat meer inhoudelijk de diepte in met hoe is die berekeningskaart dan precies tot stand gekomen, hoe ziet die eruit. En wat is ook de kwaliteit ervan, wat kunnen we er wel en niet van zeggen. Ik zal onszelf straks even voorstellen, maar ik geef eerst het woord aan Michelle Talsma, die ons namens de STOA even de aftrap zal doen. Oké, dankjewel. Hebben jullie mijn presentatie al in beeld? Hoop het wel. Als het goed is, wel. Oké, zien jullie mijn screen? Even kijken hoor, volgens mij nog niet. Ja, ik deel jouw presentatie, Michelle. Dat is goed. Oké. De presentatie inderdaad, sorry. Ik probeer een beetje de context te schetsen van waarom we eigenlijk behoefte hebben aan zo'n berekeningskaart. En dat is de droogte van de afgelopen jaren natuurlijk. Jullie hebben ongetwijfeld in de krant gelezen dat de droogte iedere keer in de agenda stond. En hier zie je een paar berichten uit het nieuws van de afgelopen tijd. Ja, gaan we naar de volgende sheet. Dat heeft ook geleid tot bestuurlijk meer aandacht. Hier zien jullie een rapport van de Unie van Waterschappen. Overigens is Erik Glaudemans ook aanwezig. Dus misschien kan hij mij nog aanvulling als ik iets mis of iets vergeet te vertellen. Maar er is in ieder geval meer aandacht ook voor het grondwater en daarmee ook meer aandacht voor onttrekkingen. En er is dus een overzicht gemaakt door IPO en Unie van Waterschappen om enigszins grip te krijgen op die onttrekkingen die er zijn. En onder onttrekkingen wordt dus ook verstaan het beregenen vanuit grondwater of oppervlaktewater. Ja, ga maar verder. Dat heeft ook geleid tot een brief van de minister van INW aan de Tweede Kamer. Hier zie je even de eerste bladzijde van de brief. Het gaat mij even over de tweede bladzijde. En ik weet niet of jullie het kunnen lezen, maar in ieder geval roept de minister op om de minister zegt letterlijk: ik zal aan de provincies en de waterschappen vragen dit voortvarend op te pakken. En dan bedoelt ze eigenlijk om te gaan kijken van meer grip te krijgen op die onttrekkingen en ook eventueel het beleid wat er is aan te gaan scherpen. En er is ook een werkgroep grondwater ingesteld die ook met allerlei adviezen gaat komen. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is dat vanuit, allerlei kanten nu wordt gekeken van hoe gaan we nu om met dat hele berekeningsbeleid en ook die andere grondwateronttrekkingen overigens. En ook de oproep van moet je dit niet gaan registreren? Wij vanuit de STOA kijken er natuurlijk met een kennisbril aan. Erik Glaudemans gaf al aan, er komt een werkgroep die zich gaat buigen over het vastleggen van onttrekkingen en hoe je dat dan eventueel zou kunnen gaan doen. Maar wij kijken dan meer vanuit kennis van hoe kun je nou enigszins zicht krijgen op waar die onttrekkingen dan plaatsvinden. En dat dan kan je dan ook weer gaan helpen natuurlijk als je bijvoorbeeld tot een berekeningsverbod komt, zodat je beter kan gaan handhaven. Dus wij proberen vanuit die behoefte van meer inzicht in die onttrekkingen te kijken vanuit kennis. Welke informatie kun je dan gezamenlijk ontwikkelen om daar goed grip op te krijgen? Een van die dingen is die berekeningskaart die dan vandaag op de agenda staat. En vandaag gaan we kijken van wat hebben we dan vanuit de STOA als initiatief genomen. Maar er komen ook andere initiatieven zoals ze bijvoorbeeld in Brabant hebben plaatsgevonden aan de orde. En als doel van vandaag zie ik ook wel dat we gaan kijken van hebben we een gezamenlijke behoefte en willen we hier gezamenlijk op gaan trekken.
En zo ja, wat kan, ja, hoe gaan we dat dan vormgeven met z'n allen? Dus dat zie ik even als de doelstelling van vandaag. Ik weet niet of iemand daar vragen over heeft. Erik, kan jij misschien nog iets aanvullen vanuit het Haagse? Oh, Erik is even koffie drinken, denk ik. Nee, ik ben er wel. Oh, je bent er toch? Allemaal. Ja. ja, volgens mij heb je het wel keurig verwoord eigenlijk, Michel. Daar hoef ik niet zo heel veel aan te vullen. Het grondwater is een hot item in Den Haag inderdaad. Wordt druk besproken in de studiegroep grondwater, die in de brief staat. Die komt begin volgend jaar met een advies om grondwater meer aandacht te geven en ook de kwantiteit, kwaliteit in samenhang te bekijken en te kijken wat we dan met z'n allen kunnen doen om dat grondwaterbeheer duurzaam te maken. En beregening is daar een van de onderwerpen van inderdaad. Ja. Nou, misschien kent niet iedereen deze rapporten ook en brieven, die kunnen we die even bij het bij de... hoe noem je dat? Bij de verslaglegging toevoegen of toesturen aan iedereen. Ja. Nou, kunnen we volgens mij nu over naar de inhoud. Ja, dankjewel Michelle. Geef ik het stokje een door. Handje, sorry, ik zie een handje van Jurien Kok trouwens. Jurien. Goed. Ik had alleen een vraag in die brief. In die brief staat heel concreet verbeteren van de registratie van de hoeveelheden. Dat is toch gewoon een heel concrete opgave. Als we dat nou eens allemaal gaan doen, dan... Ja, lijkt mij een heel goed plan. Maar dat moet natuurlijk wel tot uitvoer gaan worden gebracht. En ja, iedereen kijkt natuurlijk wel een beetje met schrik en beven naar die extra administratieve last. Dus dat zijn wel zaken die natuurlijk ook gaan spelen. En daar zit dus een werkgroep op die verder met dat onderwerp gaat kijken hoe ze dat tot realisatie kunnen gaan brengen. Maar jouw oproep, Jurien, is eigenlijk van, nou, ik vind het een goed plan. Vanuit Limburg gaan we het wel regelen in ieder geval. Nee, dat zei ik niet. Het is alleen dat je veel aandacht moet zetten op dat punt. En zeker. Dan wordt zo'n beregeningskaart op een andere manier samen te stellen. Ja, nee, dus het zou heel mooi zijn als het een combinatie is van dit en met berekeningsgegevens natuurlijk. Nou, heel goed. De discussie is al begonnen bij de inleiding. Dat belooft veel goed voor de rest van vanmiddag. Ik geef nu het woord aan Hans. Die dankjewel. Zal vertellen over de context van de stad Water. Dankjewel Matthijs. En Michelle had al eigenlijk een hele goede brug gelegd van dat we gezamenlijk optrekken. Dat doen we eigenlijk al bijna 10 jaar. Het Zatwaterinitiatief bestaat al 10 jaar en is begonnen met een 6-7 waterschappen, waaronder bijvoorbeeld HDSR, een van de voortrekkers. En nog steeds is samen met AMA's in de tijd, met Joost Heikers. En we proberen eigenlijk dit door te trekken. Naar hoe gaan we dat vormgeven? Hè? Hoe gaan we ontwikkelde concepten naar een praktische implementatie brengen? En in de tussentijd hebben we daar, zeg maar, als het gaat om vormgeven, zoals Michelle ook zegt, van hoe gaan we dat vormgeven? Wetende dat de praktijk voor elke waterbeheerder zijn eigen complexiteit heeft en ook differentiatie behoeft, is het nog steeds belangrijk om te kijken van waar liggen nou de gemeenschappelijke en de gezamenlijke elementen? Om dat efficiënt te doen, maar ook om gezamenlijk kennis te bundelen. En binnen Zatwater hebben we daardoor afhankelijk van de vragen die er leven, en dat komt dan voor uit events zoals waterinfodagen of dit soort events, komen er uiteindelijk behoeftes naar voren. En dat leidt dan tot gerichte inhoudelijke focus van die landingsbanen van wetenschap tot waterschap van een bepaalde toepassing. Nou, Zatdata 3.0. Is nu zeg maar een soort resultante geweest van vele jaren nadenken van hoe kunnen we nou gezamenlijk ervoor zorgen dat we een operationele, landsdekkende, dagelijkse informatievoorziening voor verdampings- en verdampingstekort informatie hebben. En vervolgens, hoe gaan we dat dan vervolgens aanwenden aan allerlei toepassingen die daaruit voort kunnen vloeien. Hè, zoals vullingsgraad bodem bij Oasis, maar ook vandaag beregening. Weten dat er heel veel verschillende kennis en modellen ook binnen de waterschappen zelf aanwezig zijn, proberen we ondanks dat feit, of dankzij dat feit, juist te kijken van waar liggen dan de gezamenlijke componenten. Nou, dat hebben we voor Maaiveld daling gedaan in het landelijke gebied. Dat is nog gaande, ook met validatie, dus dat is nog steeds heel belangrijk.
waterkwaliteitstopics, waterkeringen. Een hele belangrijke is de NL voor andere detectie die op dit moment gaande is, waar we voor landsdekkend op hoge resolutie 5 keer in het jaar veranderingen willen waarnemen. En daarmee zijn allerlei toepassingen, zoals bijvoorbeeld de digitale schouw of nou ja, allerlei mutaties in beheerregisters in beeld kunnen brengen. Ja, en gewoon nieuwe ontwikkelingen oppakken. En nou, we hebben ook hier ook een klein boekje over gepubliceerd. Dat kan je vinden ook op de STOA-site. Dat is in het jaar 2020 nummer 27. Is na te zoeken. Daar kan je dus ook zien een aantal voorbeelden hoe we dat zeg maar van wetenschap naar waterschap ook uiteindelijk aan het einde van die landingsbaan samen met het waterschapshuis geïmplementeerd hebben. En hoe dat vervolgens ontsloten wordt naar de verschillende gebruikers, met name de waterschappen, maar ook Rijkswaterstaat en andere stakeholders. Heel belangrijk is dat zeg maar ook op het moment dat je dat doet, dat het ook gebruikt wordt, dat het geaccepteerd wordt, dat er zowel technische validatie als gebruikersvalidatie plaatsvindt, dat het omarmd wordt en dat je vervolgens dat ook ja, in de praktijk kan gebruiken. De volgende. Nou, belangrijk is om te weten dat we ook kijken naar de nieuwe ontwikkelingen. Hele leuke om te noemen is, hebben we ook al genoemd in Do Facts Matter, in het symposium begin van dit jaar, door de STOA georganiseerd met het WDOD, is zeg maar kijken of we een eigen virtuele satelliet kunnen hebben als waterbeheerders in Nederland, om bijvoorbeeld actuele waterpeilen bij te houden, bovenop de huidige lokale metingen. Dus we zijn daar nu een soort feasibility, een soort aanlooptraject aan het organiseren. En daar komen we vast nog op terug. Maar we moeten dus op die manier kijken van, is dat een realistisch verhaal? En is ook die behoefte daar? Nou, dat is gebleken uit die eerste sessie bij Do Facts Matter, dat die behoefte zeker aanwezig is. Alleen we moeten gewoon kijken, is het ook realistisch? Dus er zit naast zeg maar, het inhoudelijk aspect ook zeg maar een, ja, ook een financieel aspect aan vast. En ook hoe gaan we daar volgens mij operationeel mee om? Nou, en vervolgens goed kijken samen met HWH, hoe kunnen we dan inderdaad deze ja, lijnen laten landen? Hoe gaan we mee met de ontwikkelingen van data science? Hoe gaan we ook bijvoorbeeld ja, cursussen ontwikkelen samen met de waterschappen voor het gebruik verder te stimuleren? Ja, volgende. Nou, vandaag, zoals Michelle en Martijn al aangaven, hebben we het over de beregeningskaart van Nederland. We hebben juist het jaar 2018 gepakt, genomen omdat daar in dat jaar dus een enorme droogte heeft plaatsgevonden, maar ook omdat er ja, zeg maar ook een interessante dataset beschikbaar zijn. En dat is zowel zeg maar in het landelijke gebied hebben we dat opgepakt, maar ook zeg maar met individuele waterschappen en later ook nog in zeg maar de webinar andere groepen aan het woord om te laten zien wat hun ervaringen zijn. En nou, uiteraard, kom naar voren met jullie ervaringen en laten we kijken of we zeg maar, deze resultaten, deze eerste resultaten, om te kijken of we daar een gezamenlijke vorm aan kunnen geven en om te kijken of dat in het gezamenlijk belang is. Dus aan het einde van dit verhaal hebben we er ook nog een kleine Mentimeter sessie over om te kijken wat het draagvlak is. Dankjewel. Dankjewel Hans. Hier heel korte vragen over. Ik zie geen handjes. Dus dan ga ik door met nu inderdaad de beregeningskaart. Hoe is die nou tot stand gekomen? Eerst nog even het projectteam. Om maar even heel onbeleefd met mezelf te beginnen. Ik ben Matthijs van der Brink, werk bij HydroLogic. Ik ben projectleider voor deze landelijke beregeningskaart 2018. Wij voeren dit project samen uit met de ILEAF. Met Joost en Jelle, die komen dadelijk uitgebreid aan het woord. En het is zo dat ILEAF en HydroLogic werken al wel langere tijd samen, met name in het buitenland, om ja, satellietinformatie bij eindgebruikers te krijgen, waarbij ILEAF dus de remote sensing kennis en producten en data heeft. En HydroLogic via HydroNet die gegevens dus ontsluit naar wie dat wil. Nou, een van de zaken die wij gezamenlijk in het buitenland hebben opgepakt en ontwikkeld is het water auditing
project in Zuid-Afrika. Zoals jullie ongetwijfeld weten, Zuid-Afrika heeft natuurlijk afgelopen jaren te maken gehad met ernstige droogte. En een heel groot deel van het oppervlaktewater daar wordt gebruikt voor irrigatie. En het is zo dat er ook, er zijn ook vergunningen, dus water allocation. Maar het bijhouden van het gebruik van het water in relatie tot het toegestane verbruik, dat is een enorme uitdaging, want het is een heel groot gebied. Het zijn heel veel bedrijven die dan gehandhaafd moeten worden. En de bemensing is beperkt. Nou, vanuit die behoefte is de water auditing tool eigenlijk ontstaan. Wat het doet is het vergelijken van, punt 1, schatten van het watergebruik op perceelsniveau. En die vergelijkt hij met het toegestane verbruik voor die percelen. En dat kun je dan op allerlei verschillende manieren visualiseren. Dit hebben we dus ontwikkeld voor een van de waterschappen in Zuid-Afrika als pilot. En dat is later uitgerold over het hele land. Goed, en toen werd het ook heel droog in Nederland. In 2018 natuurlijk en vervolgens in 2019 en 2020. Nog eens, en van daaruit bestond eigenlijk ook in Nederland behoefte aan, zoals net uitgebreid geschetst is natuurlijk ook, aan een betere, meer grip eigenlijk op het watergebruik. Waar gaat het nou naartoe? En kunnen we dat ook sturen? Nou, vanuit die gedachte is ook gedacht, hey, kunnen we die water auditing techniek ook toepassen in de Nederlandse situatie? Daarvoor is een pilotstudie als eerste stap uitgevoerd samen met de waterschap Scheldestromen. Die komt dadelijk ook nog wel weer aan de orde. En eigenlijk is de volgende fase is de kennis die in die pilotstudie is opgedaan uitrollen naar een landelijke beregeningskaart voor het jaar 2018, het droge jaar 2018. En dat is waar we nu mee bezig zijn en waarvoor we hier vanmiddag bij elkaar zijn en de eerste resultaten kunnen delen. Maar het is wat ons betreft nog niet het eindstation. We hebben ook een soort van roadmap ontwikkeld over waar we naartoe zouden willen. Uiteindelijk naar een meer operationeel product, dus een jaarlijkse update van geschatte beregeningshoeveelheden. Het is niet alleen een kans, maar ook een daadwerkelijke kwantificering. Nou, daar komen we straks uitgebreid nog wel over te spreken bij de discussie. Maar qua introductie en context wil ik het hier even bij laten en het woord aan Joost en of Jelle geven. Om ons even mee te nemen in hoe de kaart tot stand is gekomen en hoe die er nu uitziet. Ja, top. Bedankt Matthijs. Kijk, en dan zal ik mijn scherm delen. Ja, dan hou ik daarmee op. Ik hoop dat jullie allemaal het scherm kunnen zien nu. Yes. Even als korte introductie de pilotstudie die we in 2019 zijn begonnen voor waterschap Scheldestromen. Dat is eigenlijk het begin van ons werk in Nederland. En daar hebben we voor het jaar 2018 en 2019 gekeken wat de kansen waren voor remote sensing data om beregening te observeren. En we hebben verschillende invalshoeken bekeken en waarvanuit de twee belangrijkste invalshoeken zijn, is het mogelijk om beregening direct te monitoren. Dus kan je echt de beregening zelf detecteren op het moment dat het gebeurt. Maar we hebben ook gekeken naar indirecte methodes. Dus is het mogelijk om over een langere periode, bijvoorbeeld een seizoen, een inschatting te kunnen maken of in dat seizoen beregend is. En daarvoor hebben we optische data gebruikt en ook radardata.
En ik kan een paar voorbeelden laten zien. Ik ga er niet te veel over vertellen, want dan zijn we denk ik te lang bezig. Maar bijvoorbeeld voor de directe methode in combinatie met de optische satellietdata hebben we gezien dat in sommige gevallen het goed mogelijk was om berekening te detecteren. Dus de driehoeken zijn de berekeningsobservaties. En de driehoek in de blauwe lijn is de berekening die ook daadwerkelijk gezien is aan de hand van satellietdata. Neerslag konden we ook in principe prima zien. Dus dat laat zien dat ja, eigenlijk alles wat te maken heeft met water, wat op het veld wordt gebracht, dat gedetecteerd kon worden met deze methode. Er waren alleen wel wat mitsen en maren aan deze methodes. En de voornamelijkste waren dat er wel sprake moest zijn van onvolledige bodembedekking. Dat het ook een relatief droge periode moest zijn voor deze methode om te kunnen werken. De methode moest ook gecalibreerd worden met voldoende calibratiedata. En dat is altijd natuurlijk lastig als je iets wil opschalen naar een landelijk product. En ook belangrijk was dat het gewas een hoge bladgroengehalte heeft als het gezond is. Dus bijvoorbeeld mais dat vergeelt, dat is een moeilijk gewas om met deze methode berekening te detecteren. De tweede methode was ook het direct observeren van berekening, maar dan aan de hand van radardata. Dit zijn dan twee polarisaties van de Sentinel-1-satelliet. Dat is een Europese radarsatelliet. En je kan zien dat aan het begin van het groeiseizoen de twee berekeningsmomenten goed zijn opgepikt door het signaal. Dus je ziet een duidelijke piek in het radarsignaal. Maar naarmate het groeiseizoen vordert, zie je dat de berekening niet meer wordt gedetecteerd. En dit is voornamelijk omdat het gewas zich verder ontwikkelt. En zeker deze radar moeite heeft om het gewas echt te penetreren en de grond te bereiken waar het bodemvocht verandert. Dus ook deze methode had potentie, maar het veld mocht niet volledig begroeid zijn. Dat is voor veel gewassen is dat gewoon lastig. Er mag ook geen neerslag vallen vlak voor de satellietobservatie. Nou, je kan afvragen of er dan ook beregend wordt, maar dat is in ieder geval een vereiste. En de veldomstandigheden mogen ook niet veranderen door bijvoorbeeld oogst of ploegen. Want wanneer je het veld echt qua textuur gaat veranderen, dan heeft dat ook van invloed op je radarobservatie. De laatste methode was een indirecte methode. Dus daar keken we naar een hele tijdserie en gingen we kijken of verschillende gewasindexen anders reageerden voor beregende velden dan voor niet beregende velden. Het bovenste voorbeeld is bijvoorbeeld alle aardappelvelden in het gebied van de Scheldestromen waar we naar keken. En daar zie je dat voor de beregende velden er duidelijk een hoger signaal is in gewasindexen dan voor de niet beregende velden. Maar voor bijvoorbeeld voor uien zagen we dat signaal niet terugkomen. En dat maakt ook deze methode wel gewasspecifiek. En de beregening kon echt alleen maar gedetecteerd worden wanneer een gewas zichtbaar leidt aan droogte. En ook wanneer de beregening wordt toegepast om gewassterfte te voorkomen, wat in Scheldestroom niet altijd het geval was. En er moest ook worden aangenomen dat de overige randvoorwaarden, bijvoorbeeld als velden anders bemest worden, dat in ieder geval hetzelfde was. Want ja, dat kan natuurlijk ook effect zijn op hoe goed je gewas groeit of niet. Dus we kwamen tot een aantal conclusies met deze pilotstudie. En de eerste was dat de beregeningsdetectie mogelijk is, maar dan wel onder hele specifieke gevallen. En dat is natuurlijk niet ideaal voor een landelijke beregeningskaart. Ja, dus de methodes waren heel gewas- en gebiedsafhankelijk. En we misten ook nog onderzoek naar gebied in drogere gebieden. En voornamelijk ook met andere bodemtypes. Dus daarom kwamen we op de vereist van de landelijk beregeningskaart. En belangrijk is dat deze kaart goed schaalbaar is. Dus dat je makkelijk van een klein gebied naar een groot gebied kan gaan. Dat de resolutie van de data heel hoog is. Dus dat we op BRP-niveau kunnen laten zien wat de beregeningskans is van een perceel. En als laatste is ook de productieinterval belangrijk dat het aanpasbaar is. Dus nu maken we een kaart voor een op seizoenale schaal. Maar uiteindelijk willen we naartoe dat we ook op maandelijks of misschien ook zelfs op wekelijkse tijdschaal een beregeningskans kunnen inschatten voor alle percelen in Nederland. Nou ja, dit is dus de methode die we ontwikkeld voor de beregeningskaart. De methode bestaat uit 5 verschillende stappen. De eerste stap is de referentieverdamping berekenen. En ik kom later nog terug over hoe we deze stappen precies allemaal uitvoeren. Maar het idee is dat we aan de hand van de referentieverdamping en verschillende gewascoëfficiënten de actuele verdamping berekenen. En dan aan de hand van de actuele verdamping en het neerslagdata van het KNMI het neerslagtekort per veld kunnen berekenen. Wat we kunnen gebruiken om uiteindelijk een beregeningskaart te maken. Dus we combineren het neerslagtekort
samen met bodemvocht, grondwater, zoutgehalte, gewastypen en bodemsoortkaarten, om uiteindelijk tot een landelijke beregeningskaart te komen. Is nog even ter herinnering wat precies de referentieverdamping inhoudt. De definitie van de referentieverdamping is de hoeveelheid water dat verdampt uit de referentiegewas, dat zowel goed is voorzien van water als nutriënten. En voor deze studie gebruiken we de FAO-standaard, dus dat is de Penman-Montiet-vergelijking. En vaak wordt gedacht dat de referentiegewas gras is, maar in principe is de echte definitie van de referentiegewas een gewas met een hoogte van 12 centimeter, oppervlakteweerstand van 70 seconden per meter en een albedo van 0,23. Dat zijn de officiële definities. En om de referentieverdamping te berekenen heb je een aantal parameters nodig. Dit zijn de dauwpuntstemperatuur, de luchttemperatuur, de windsnelheid en de oppervlaktestraling. En al deze parameters halen we uit de ECMWF AG-ERA-5 dataset. En dat is een globale agrometeorologische dataset die in principe vanaf 1979 tot en met nu operationeel is. En de resolutie van dit product is 0,1 graden, wat ongeveer overeenkomt met 10 kilometer. Om dan die referentieverdamping om te kunnen zetten naar een actuele verdamping, hebben we gekeken naar het FAO 56 hoofdstuk 6. En in dit hoofdstuk wordt beschreven hoe aan de hand van KC-INI, dus de initiële kropcoëfficiënt, KC-MID, de mid-season kropcoëfficiënt, en KC-END, de end-of-season kropcoëfficiënt, een gewasontwikkeling kan worden benaderd. En deze gewastabellen die in dit document beschreven staan, die combineren met het basisregistratie gewaspercelen om per perceel een inschatting te kunnen maken hoe een gewas zich ontwikkelt. In principe is de methode van het FAO is een redelijk theoretische methode. En om dit om te zetten naar echte observaties aan de hand van remote sensing data gebruiken we de NDVI. Dat is de Normalized Different Vegetation Index. En in theorie is het een bladgroen index. Dus het observeert het bladgroengehalte in je vegetatie. En aan de hand van deze index kunnen we de kropcoëfficiënten schalen tussen deze KC-INI, dus de initiële kropcoëfficiënt, en de KC-MID. Zodat we puur de NDVI-data kunnen gebruiken om over de tijd de gewasgroei te kunnen modelleren. Voor de NDVI gebruiken we Sentinel-2 observaties. Dat is dus een ESA-Copernicus-satelliet. Deze satelliet heeft een ruimtelijke resolutie van 10 meter en een temporele resolutie van 2 tot 5 dagen. Nou, om dan dus van die referentieverdamping naar de actuele verdamping te komen, gebruiken we de kropcoëfficiënten, de gewascoëfficiënten en de referentieverdamping. En hierdoor kunnen we van een product wat origineel 10 kilometer is qua resolutie, kunnen we de actuele verdamping berekenen op 10 meter resolutie. Ook puur omdat de NDVI ook op 10 meter resolutie wordt gegenereerd. En de tijdschaal van dit product is dan 2 tot 5 dagen. En de voordelen van deze methode zijn voornamelijk dat we hele hoge resolutie verdampingsdata hebben. Wat nodig is, omdat je op BRP-niveau werkt en niet alle velden in Nederland zijn even groot. Ook behandelen we op deze manier elk gewas afzonderlijk, maar wel op een uniforme manier. Dus dat maakt het heel schaalbaar door heel Nederland. Uiteindelijk berekenen we dan het neerslagtekort. Dat is simpelweg het verschil tussen de actuele verdamping die we hebben berekend en KNMI-neerslag. En we geven hier nog een korte vergelijking tussen de KNMI potentiële neerslagtekort, wat jullie waarschijnlijk allemaal kennen. Onze methode is gebaseerd op Penman-Montiet en KNMI gebruikt MAC-INC. Wij kijken naar een afgeleide van de actuele verdamping in tegenstelling tot de potentiële verdamping. En ons product is natuurlijk ook een hogere resolutie puur door het gebruik van die NDVI-data in vergelijking tot de lage resolutie van het KNMI. Uiteindelijk komen we dan op het model van de beregeningskaart zelf. Dus dat bestaat uit verschillende inputs. Die zijn weergegeven in groen. Wat intermediaire producten, dus die we tussentijds berekenen om uiteindelijk tot de output de beregeningskans te komen. Naast de verdamping en de NDVI die ik zo eerder heb genoemd, gebruiken we dus verschillende datasets. Dit zijn neerslagdata, bodemtype data, het grondwater en bodemvochtdata komen van het OASIS-model van Hydrologic. Gewastype komt dan natuurlijk van BRP. En zoutgehalte komt van het NAI.
Dit is dan een voorbeeld hoe we de data weergeven als tussenstap voor het model. En de beregeningskaart is voornamelijk gebaseerd op het neerslagtekort, zoals ik al zei. Maar we kijken niet naar het absolute neerslagtekort, maar we kijken naar het kritieke neerslagtekort. En op dit moment gebruiken wij ongeveer een kritiek neerslagtekort van 200 mm. Wat inhoudt dat wanneer een gewas meer dan 200 mm aan neerslagtekort heeft, dat er dan een beregeningskans aanwezig is. Het verschilt een beetje per bodemtype. Maar dat komt er dus op neer dat bij een kritiek neerslagtekort onder 0 mm heb je geen beregeningskans in onze kaart. En een kritieke neerslagtekort boven 0 mm laat zien dat de beregening mogelijk is. En dan gaan we ook verder met de vervolgstappen in het model. Dus dit is een voorbeeld van het neerslagtekort op maandelijks niveau, wat we berekenen voordat we de beregeningskans berekenen. En als we het vergelijken met... zien we dat in absolute waardes de twee kaarten redelijk overeenkomen. Dus het KNMI laat een maximum zien van ongeveer 300 mm. En dat is ook wat wij zien in het oosten en het zuiden van Nederland. En ook het westen van Nederland is een stuk minder droog dan het oosten. En dat laat ook de KNMI-kaart zien. Dan een van de andere intermediaire producten is de bodemvocht in de wortelzone. En daarvoor gebruiken we bodemtype, grondwaterstand, NFI, gewastype en bodemvochtdata. Om die te berekenen. En binnen dit model gebruiken we een hogere bodemvocht om een lagere beregeningskans aan te duiden. En natuurlijk een lagere bodemvocht voor hogere beregeningskans. We kijken ook naar de beregeningsvoorkeur. Dus we kijken dan in literatuur welke gewassen voornamelijk worden beregend in Nederland. En wanneer een gewas een grote voorkeur heeft, heb je natuurlijk een hogere beregeningskans. En lage voorkeur gewassen. En voor nu hebben we daar graslanden toe berekend. Die hebben een lagere beregeningskans over het algemeen. Voor fruitbomen, ik zie dat de bodem staat, maar het zijn bomen. Moeten we een soort van compensatie inbrengen. Omdat een boom in principe het hele jaar door, tenminste het hele groeiseizoen door, redelijk groen is. Waardoor de NDVI hoog is en ook de actuele verdamping hoog is. Dat komt dan neer uiteindelijk tot een heel hoog neerslagtekort. Maar dat hoge neerslagtekort hoeft niet meteen te betekenen dat er daadwerkelijk beregend wordt. Omdat een boom gewoon veel beter bestand is tegen droogte. En ook makkelijker met zijn wortels bij water kan komen. Dus daar gebruiken we een compensatiefactor. We kijken ook nog naar het zoutgehalte. Dus de NHI-kaart die laat zien of er een gebied zoet, brak of zout is. En bij een hoger zoutgehalte gaan we er in dit geval vanuit dat er ook een hogere beregeningskans is. En als laatste kijken we naar de beregeningstiming. En dit houdt in dat pas geoogste percelen eigenlijk niet beregend worden. Dus daarvoor gebruiken we de NDVI en een specifiek model. En dat model werkt op een bepaalde manier dat wanneer de NDVI sterk afneemt, dat we dan ook de beregeningskans omlaag bijstellen. Dat we niet beregening in voor een geoogst perceel meewegen. Dan komen we uiteindelijk op de beregeningskaart. En dat is dus, zoals ik al zei, een combinatie van de intermediaire resultaten. Die op maandelijkse schaal worden berekend. En de maandelijkse statistieken worden dan omgezet naar een beregeningskaart op seizoensbasis op dit moment. Maar we willen uiteindelijk naar een kaart die ook op kortere tijdschaal operationeel is. Dit zijn dan voorbeelden van hoe zo'n beregeningskaart dan intermediair eruit ziet. Dus dit is door de maanden heen de beregeningskans. En zoals je kan zien is vanaf april tot juni eigenlijk de beregeningskans in Nederland nieuw. In juni zie je in het oosten van Nederland en in het zuiden van Nederland de beregeningskans iets toenemen. Maar vooral in juli tot en met september is de beregeningskans aanzienlijk hoog. En dat is natuurlijk ook wat we allemaal hebben gezien toen we naar in 2018. Nou, die zes datasets samen, dus die zes maanden bij elkaar, komt uiteindelijk op de landelijke beregeningskaart zoals we hem hier presenteren. En dit is de eerste stap in het project. En dat is waar we nu zijn als consortium. Dus Matthijs, ik geef het woord aan jou. Ja, dankjewel.
een heleboel informatie in een hele korte tijd. Er zijn vast wel vragen. In elk geval in de chat ontstond al enigszins een discussie. Dat zul je niet gevolgd hebben. Mijn eerste vraag was, kun je hiermee ook druppelirrigatie meten? Nou, in principe maakt de vorm van berekening niet per se uit. Het belangrijkste is dat we zien dat een gewas goed groeit en eigenlijk te groen is voor zijn omstandigheden, voor de omstandigheden waar die in groeit. Dus als je bijvoorbeeld in een heel droog gebied hele sterke gewassen ziet staan, dan maakt de berekeningssoort niet, in principe niet uit. Dan gaat het gewoon om het feit dat het gewas bovengemiddeld goed presteert, waardoor we het aan kunnen tonen als een potentieel gebied voor berekening. Ja. En een vraag van G. Hoe staat deze aanpak tot in verhouding tot de waterbehoefteview van RVO? Daar ben ik persoonlijk niet van op de hoogte. Misschien dat iemand anders daarop kan reageren. Misschien G zelf, kun je je vraag toelichten? Ja, ik weet niet, dank u Matthijs. Ik weet niet precies de actuele stand van het project Waterbehoefteviewer, maar we hebben dus vanuit het project Droogte Zandgronden Nederland een aantal malen contact gehad met Wilmer Woudwijk, die realiseert dan die applicatie. En die gaat er ook vanuit dat hij op basis van ESMA's remote sensing beelden, ik meen de NDVI, de groenmonitor van Wenner, al dan niet in combinatie met LRM-berekening een waterbehoefte constateert van gewassen en op basis daarvan dus per aanvoergebied inschat wat de waterbehoefte zou zijn om via wateraanvoer bijvoorbeeld die kant op te sturen als je als waterschap daarin ook een operationele handeling kan verrichten samen met Rijkswaterstaat. Maar goed, de basis daarachter is dus een watervraag vanuit de gewassen, zal ik maar zeggen. En hier wordt gesproken van een berekeningskans. En daar worden termen gebruikt als potentiële watervraag, hè, per BRP-perceel bij spreken gesommeerd tot een afwateringsgebied of een aanvoergebied. Vandaar mijn vraag. Ja, het verschil zit vooral in de ruimtelijke resolutie in die zin. Mm-hmm. Ja. Maar in de basis hebben zij dus op de achterkant denk ik ook, weet je wel, percelen met gewassen en watervragen. Die ze oplossen tot een waterbehoefte op gebiedsniveau. Ja. Waarbij natuurlijk die waterbehoefte viewer wat meer vanuit een operationele context is ontwikkeld. En dus op een wat groter geaggregeerd gebiedsniveau, wateraanvoergebieden inderdaad, zoals je dat zegt, G. Terwijl dit veel meer in feite een zo goed mogelijke geografische representatie van beregende percelen beoogt. Mm-hmm. Dus dat is veel meer vanuit tactisch, strategisch oogpunt ontwikkeld dus. Ja. Ja. Misschien een aanvulling, is Hans verlengen. Is mogelijk dat vanuit deze applicatie meer vanuit de waterbalans, hè, dus met via Oasis, wordt gedacht. En vanuit de andere woord meer vanuit de landbouw. Dus minder vanuit het waterbeheer, maar meer vanuit de landbouw. Dus de waterbehoefte vanuit de gewaskant wordt gedacht. Dus ook daar zal de modellering in ieder geval vanuit die waterkant van de wortelbare zone anders ingericht zijn, denk ik. Ja. Er was nog een vraag van Floris Verhagen. Die zegt, hoe zit dat precies met die 200 mm als ondergrens voor dat kritieke neerslagtekort? Is dat niet wat hoog? Met die 200 mm kom je inderdaad niet op berekening in april, in de periode april tot juni, maar in de praktijk is dat toch wel anders. Die 200 mm hebben we ingeschat als een redelijk simpele arbitraire parameter. Om in ieder geval duiding te kunnen bieden in van oké, wanneer, waar zit precies die grens tussen wanneer iets wel of niet berekend wordt. En ik denk dat er nog wel redelijk wat discussie kan zijn over of die 200 mm wel nauwkeurig is en of dat misschien omlaag moet of dat het voor andere bodemsoorten anders moet zijn.
Hoe we het nu hebben gedaan is dat we per bodemsoort een ander kritiek neerslagtekort gebruiken. Dus we gaan ervan uit dat zandgronden eerder in een kritieke fase komen dan bijvoorbeeld een veengrond. Dus voor zandgronden ligt die meer rond de 160 als ik het goed herinner. Maar dat zijn zeker wel waardes waar je over kan discussiëren. Nou, waar denk ik ook wel goed is dat er een discussie over komt. Dat in ieder geval voor iedereen duidelijk is hoe het is, waar het is op gebaseerd. Ja. Joost, wil je gewoon reageren? Ja, kijk, volgens mij zou je twee dingen kunnen doen om dit te verfijnen. Maar dan zou je hem ook natuurlijk vanuit in je validatie slimmer voor na moeten denken. Maar je kunt natuurlijk dat neerslagtekortcriterium als een stochastische variabele bij je kansbepaling meenemen. Of je zegt van joh, we gaan niet zozeer uit van een neerslagtekort optredende vanaf 1 april. Maar je neemt misschien de hydrologische voorgeschiedenis van de winter, misschien zelfs het jaar ervoor mee. Wat natuurlijk in 2000 wel een verschil heeft gemaakt in bepaalde regio's. Die hydrologische voorgeschiedenis. Dus dat, ja. Dat is een beetje manco tussen aanhalingstekens. Want ik vind een heel krachtig stukje informatie hoor. Die neerslagtekortgrafiek van de KNMI. Maar de voorgeschiedenis is wel heel essentieel. Zeker in zandgebieden denk ik. Bij het bepalen van de kans op droogte. En dus in die zin de kans op berekening vroeg in het seizoen. Ja. G. Ik heb nog twee vragen. En voor één vraag moet ik even teruggaan naar misschien een sheet van Joost, waarbij die KC in het, mid en end laat zien. Deze, ja. Precies. Ja, de vraag die ik hierbij heb. Als die KC, hè, met name, ja, in feite alle drie, maar laten we zeggen met name even de KC mid, hè, stel je voor dat die wordt beïnvloed, en dat zou denk ik kunnen via een NDVI, door droogteschade, door watertekort, mm-hmm. dan krijg je een lagere KC, hè, om maar zo te zeggen. In principe die KC-waardes die blijven constant voor elk gewas, want daarvan gebruiken we dus de gewastabellen. Mm-hmm. De KC-waardes die daar zijn opgeschreven, die zijn in principe constant en die kan je gewoon altijd op die plekken houden. Alleen we corrigeren ze wel voor de klimatologie. Dus je gebruikt dan de luchtvochtigheid en je gebruikt nog de windsnelheid volgens mij om, nou ja, als je bijvoorbeeld voor hele aride gebieden gaat kijken of voor andere gebieden dan Nederland, dan kunnen die KC's nog wel fluctueren. Maar in principe in ons model bekijken bijvoorbeeld voor aardappelen is er gewoon één KC-mid. En de NDVI zorgt ervoor dat je daartussen kan schalen. Ja, ik ben ook ondertussen weer een wat oudere man, maar ik ken nog de gewasfactoren van Penman naar Makking. Zijn dit dan zo'n beetje die KC's, om maar zo te zeggen? Dat durf ik niet te zeggen eigenlijk. Die ken ik niet. Dan ben je jonger. Ja, zou kunnen. Ja, want dat is... Ja, goed, precies. Nee, oké, maar dan is dat helder. De tweede vraag die ik heb, hoe ga je om met grasland wat gemaaid dan wel bewijd? Ik denk dat over het algemeen grasland wat lastigere case is. Omdat er natuurlijk veel verschillende soorten graslanden zijn. En vooral ook op verschillende soorten bodems. Dus ik durf nog niet te zeggen hoe goed we graslanden in de vingers hebben. En ik denk ook dat het iets is wat we uit validatiedata zouden moeten krijgen. Of we voor bepaalde gewassen iets meer stappen moeten zetten om tot betere resultaten te komen. Maar dat durf ik nog niet te zeggen op dit moment. Ja, nog meer vragen? Jurriaan had in de chat nog een opmerking gezet over het heuvelland. Daar wordt weinig beregend, maar is wel aangeduid op de kaart. Waarbij zijn vraag is, klopt je filtering. Misschien is dat ook wel een mooie stap naar het volgende agendapunt. Vergelijking met andere informatie. We hebben wat validatiedata. Maar we hebben ook nog wel behoefte aan meer validatiedata. Dus daar willen we eigenlijk graag het tweede deel van deze middag aan besteden. Tenzij Jurriaan je nu nog een concrete vraag wilt specificeren, anders dan zou ik zeggen, laten we hem even vasthouden ook ja, is prima. Ook voor de discussie. Oké.
Ja, de vraag, zullen we doorgaan of houden we even 5 minuutjes pauze om even de benen te strekken en dan met frisse moed het tweede blok in te gaan. Ik zou eigenlijk willen voorstellen dat laatste te doen. Dus laten we afspreken dat we om 14:55 weer verder gaan. Prima. Doei.
Heel goed, ik zit een heel verhaal te houden dat we weer gaan beginnen, maar ik stond nog op mute, dus er gebeurt heel weinig. Dan zou je zeggen dat ik dat zo langzamerhand toch wel gewend zou moeten zijn. Maar goed. We gaan weer beginnen. Iedereen is er hopelijk weer. Luc had net nog een handje omhoog. Die heeft zijn opmerking in de chat gezet, denk ik, Luc. In elk geval, zoals Joost al heeft opgemerkt, daar komen we nog op terug. En ik geef nu het woord weer aan Joost. Of... Ja. Ja, oké. Okay. Verder met het blokje ja, vergelijking met andere informatie. Yes. Even kijken. Nou ja, dus net hebben we al de beregeningskaart laten zien op landelijk niveau. We hebben een paar gebiedjes eruit gepikt om even in ieder geval gevoel te krijgen wat de, op kleinere schaal de beregeningskaart aan verschillende waardes kan laten zien. Dus veld A of gebied A is Hunze en Aas, of een deelgebied van Hunze en Aas. Op B Vallei en Veluwe en op C A en Maas. En je kan in ieder geval zien dat het redelijk belangrijk is dat we hoge resolutie data gebruiken, omdat gewoon tussen velden onderling grote verschillen kunnen bestaan. Dat het ene veld een zeer hoge beregeningkans aangeeft, terwijl het veld daarnaast eigenlijk geen beregening laat zien. En dat is natuurlijk ook wat je wil, want je wilt op veldniveau wil je het kunnen inschatten. We hebben ook een vergelijking gemaakt met de beregeningskaart zoals die nu in het landelijk hydrologisch model staat. Als ik het goed meen, is dit een kaart uit 2010. Nou ja, in de eerste plaats natuurlijk het resolutieverschil duidelijk. Dus volgens mij is deze kaart op 250 meter resolutie. Maar als we ze naast elkaar zetten, dan kunnen we ook wat op verschillende gebieden wel wat verschillen zien. Dus twee gebieden die er wel uitspringen zijn bijvoorbeeld waterschap Zuiderzeeland en Rijn en IJssel. In waterschap Zuiderzeeland zien wij een relatief lage beregeningskans, terwijl al de beregeningskaart van 2010 laat zien dat daar toch daadwerkelijk al veel beregend wordt. En het omgekeerde is waar voor Rijn en IJssel, waar wij een hoge beregeningskans zien en in de beregeningskaart van het LAM er relatief weinig beregening plaatsvindt. Nou ja, zoals ik al zei, onze STOA-kaart dat ze in Zuiderzeeland heeft een gemiddelde activiteit, LAM heeft een hoge activiteit. En een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn is dat beregening uit luxe, even tussen aanhalingstekens, wordt toegepast in plaats van echte droogteschade, zoals op de hoge zandgronden. En hierdoor is beregening ook minder goed aantoonbaar door middel van het neerslagtekort. En dit zou voor meerdere gebieden in Nederland kunnen gelden waar beregening om andere redenen plaats zal vinden dan puur de droogte. Nou, voor het waterschap Rijn en IJssel, de hoge activiteit van onze kaart in vergelijking tot de lage activiteit van de LM-beregeningskaart. En daar is natuurlijk het verschil in dat 2018 een extreem droge zomer was. En dat ook tussen 2010 en 2018 boeren waarschijnlijk wel hebben geïnvesteerd in beregeningsinstallaties. Dus dat een logische verklaring zou kunnen zijn voor dat grote verschil tussen die twee kaarten. Ja, dan komen we bij de validatiedata aan. We hebben dus aan de hand van de beregeningsmonitor pilot en ook aan dit project hebben we van drie waterschappen beregeningsdata ontsloten gekregen. Van waterschap Huns en Aas hebben we het meeste data, dat is 324 veldobservaties, dus dat is observaties waargenomen door een veldmedewerker en 182 grondwaterputten. Voor Rijn en IJssel zijn er 30 veldobservaties gedaan binnen een klein gebied in het waterschap. En voor waterschap Scheldestroom hebben we 48 registraties die door boeren zijn, waar boeren zelf registreren hoeveel water ze hebben verbruikt. Voor al deze soorten observaties berekenen we de nauwkeurigheid, maar voor elke observatiesoort is het ook weer anders hoe we die nauwkeurig gaan berekenen. Dus voor de registraties, omdat het gelijk is aan het BRP-niveau waar wij ook ons product op baseren, is de nauwkeurigheid die je straks gaat zien gelijk aan de beregeningskans die wij ook waarnemen op dat BRP-perceel. Voor de veldobservaties, die zijn over het algemeen op een wat grotere schaal ingetekend dan het BRP-niveau. Dus wat we doen is, we vergelijken binnen die veldobservaties welk BRP-perceel de hoogste beregeningskans heeft. En we gebruiken die waarde om
nou ja, aan te tonen of de observatie overeenkomt met onze simulatie. Voor de grondwaterputinformatie kijken we in een straal van 150 meter rondom de grondwaterput. En dan doen we hetzelfde, dan kijken we of er een BRP-perceel is waar wij beregening detecteren. Dus dit zijn dan de resultaten voor de huidige versie van de beregeningskaart. De getallen die je links in de kaart ziet staan, geven aan hoeveel observaties er per wijk beschikbaar zijn. En we hebben het geaggregeerd naar wijkniveau vanwege privacyredenen. Dus vooral in het noorden van Waterschappunt en Haast zijn de velden redelijk rood. Dus dat komt overeen met het feit dat het waterschap zelf beregening heeft geobserveerd en wij geen beregening hebben gedetecteerd. Maar in dit geval zijn dit enkele velden. Dus niet meer dan 3 velden binnen zo'n wijk. Terwijl als je naar het midden van Huns en Haas kijkt, daar zijn ook meer beregeningsobservaties en daar zien wij ook meer beregening plaatsvinden. Voor waterschap van Leijen-Veluwe is de nauwkeurigheid ook redelijk hoog. Dus dat houdt in dat de beregeningskans redelijk hoog is ten opzichte van de echte observatie in het veld. Waterschap Zeldenstromen loopt achter. Daar zie je dat de nauwkeurigheid een stuk lager is. En daar komen we ook nog op terug wat de reden zou kunnen zijn. Dan zie je de resultaten in tabelvorm. Dus de gemiddelde beregeningskans per waterschap. Voor Huns en Haast is dat ongeveer 70%. Dus dat houdt in dat voor alle beregeningsobservaties die het Huns en Haast heeft gedaan, is de beregeningskans van onze kaart 70%. Voor Rijn en Eindsel is dat 64%. En voor Scheldestromen is dat slechts 12,4%. We hebben ook gekeken naar hoeveel beregeningsobservaties we nou echt hebben gemist. Dus dat houdt in voor welke beregeningsobservatie laat onze kaart een beregeningskans van 0% zien. En dat is voor Huns en Haast en Rijn en IJssel is dat redelijk laag. Dus nou, voor Rijn en IJssel 0. Voor Huns en Haast is dat ongeveer 6%. Maar voor Scheldestromen is 83% van de daadwerkelijke registraties in dit geval. Daar zien wij geen beregeningskans terugkomen. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn, en daar hebben we het ook al tijdens de pilotstudie over gehad, is dat beregening niet per se vanwege een neerslagtekort heeft plaatsgevonden, maar mede dankzij zoutinfiltratie. Maar het grootste probleem wat we zien bij dit gebied en ook andere gebieden binnen Nederland is dat we op dit moment nog een limitatie aan satellietobservaties hebben. Dat is ook het punt waar Luc naar refereerde in zijn comment. Dus dit is een kaart van Nederland van alle wolkloze Sentinel-2 observaties per veld binnen hetzelfde BRP-systeem. En het is goed te zien dat er redelijk grote ruimtelijke verschillen zijn tussen hoeveel satellietobservaties per perceel beschikbaar zijn per seizoen. Dus in het slechtste geval hebben we 5 satellietobservaties door een heel goede seizoen heen, van april tot september. En in het beste geval 45. En nou ja, de meest voorname reden hiervoor is bewolking. Maar ook het niet overlappen van satellietbanen. Dus een satelliet draait altijd in dezelfde baan om de aarde. Maar zeker op hoogte op breedtegraden heb je een kans dat satellietbanen overlappen. En dat zorgt ervoor dat je ook meer observaties krijgt. En dat is het geval in het midden van Nederland. Maar het westen van Nederland, vooral Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland, daar overlappen de banen niet. En hebben we nu te weinig data om daar ook echt goede resultaten voor te genereren. Dit is echter wel goed op te lossen door naar andere bronnen te kijken. Dus Landsat 8 is een satelliet die gelijkwaardig staat aan Sentinel-2 die we nu gebruiken. Die heeft een iets lagere resolutie, maar die kan eventueel gaten opvullen. Hetzelfde geldt voor Sentinel-3, VIRS of MODIS. Die hebben dan wel een wat lagere ruimtelijke resolutie, maar hun temporele resolutie is een stuk hoger. Dus dan zorg je ervoor dat je, als er echt grote gaten missen, dat je ook met die satellieten goed uit de voeten kan. Dus dat is iets wat nog geïmplementeerd moet worden. En dat is ook de reden waarom de kaart nog niet voltooid is. En dat dit ook een, de eerste stap is in het project. Dus dan geef ik nu weer het woord aan Matthijs. Dan stop ik met het delen van mijn scherm. Tenzij er nog vragen zijn natuurlijk, dan kunnen we daar misschien even nu over. Geen vragen. Oké, dan gaan we inderdaad even
door. Ik zal de presentatie heel even weer overnemen. Hetzelfde plaatje. Want we zijn in elk geval naar aanleiding van de uitnodiging van vandaag. In elk geval twee mensen gereageerd van hey, ik heb, wij hebben misschien wel informatie die interessant is om te delen. NSG die zal zo even wat vertellen. En de andere is Waterschap Limburg, Juriaan. Die reageerde van ja, we hebben een onderzoek laten doen door RADFW. Die heeft in Limburg en in Oost-Brabant zijn registraties van onttrekkingen beschikbaar. En die zijn vergeleken met Ibrahim modelberekeningen. En daar is een rapportage van gemaakt. Wellicht dat deze informatie bruikbaar is om te gebruiken voor de validatie van de kaart. Juriaan, wil jij zelf nog iets toelichten hierover? Ik heb nu ongeveer alles verteld wat ik erover weet. Maar er is ongetwijfeld veel meer over te vertellen. Ik ben Juriaan van Waterschap Limburg. Ik wou alleen terugkomen op dat punt van die registratie. Dat eigenlijk heel belangrijk is. Want we hebben wel een registratie. Boeren geven per jaar op hoeveel ze hebben onttrokken. Maar die registratie is op zo'n manier dat je daar eigenlijk in zo'n modeltoepassing net niet genoeg mee kunt. Je weet niet precies waar, wanneer, hoeveel onttrokken is en op welke percelen het is toegediend. Dus die registratie is op een iets ander niveau ingestoken. Waardoor het eigenlijk heel lastig wordt om daar in zo'n grondwatermodel mee uit de voet te kunnen. En hierbij moet ik verder zeggen, we vergelijken hierbij dus jaartotale geregistreerde gegevens met wat inderdaad ons modvlammeetschapmodel berekent. En daarbij moet ik zeggen dat modvlammeetschapmodel wel uit 2012 is, vooral het meetschapdeel. Dus de instellingen zijn niet meer bij de stand van de tijd, denk ik. Tegenwoordig is er juist voor die berekening extra aandacht geweest. Maar ja, de vraag is natuurlijk, ga je met je grondwatermodel die hoeveelheden beter kunnen benaderen? Waar moet je dan aan draaien? Dus je kan naar meetschapinstellingen draaien, de terugkeerperiode, de gift per periode, de trigger waarop die gaat berekenen. Allemaal dat soort dingen kan je gevoeligheidsanalyses doen. We hebben hier vooral zitten zoeken van, kun je patronen herkennen? Bepaalde bodemtypes, een ander soort overschatting, onderschatting, bepaalde gewassen. Zit je er systematisch naast? Zo'n soort analyse is het geweest van, kunnen we nou in het model misschien patronen herkennen die ons kunnen helpen verklaren dit soort verschillen. Omdat we zeker ook niet weten of die geregistreerde hoeveelheden voldoende betrouwbaar zijn. En dat is natuurlijk ook een ding van geven mensen op wat ze... Er zit verder niet heel veel controle op, volgens mij. Dus in dat spanningsveld zit je nu en daarom alles wat je wil valideren blijf je tegen dezelfde hobbels aanlopen. Dus daarom zou het heel fijn zijn als we gewoon goede sluitende registraties krijgen. Wie, waar, wanneer, hoeveel. Ja. Maar dat is gevoel ligt moeilijk, geloof ik. Ja, maar Juriaan, ik wil ook wel bij aansluiten. Het is ook een van de aanbevelingen uit dit rapport. En het is ook iets wat we wel natuurlijk verder bespreken van... zou het niet een opening ook zijn om inderdaad, Juriaan heeft het eerder gezegd en ook Gerrit Hendricks zag ik een commentaar van, zou het niet een opening zijn om ook echt zeg maar die metingen, de registraties, meer verplicht te gaan stellen, meten, de biedmetingen, want wat we uiteindelijk willen weten is, hoeveel water onttrekken we nou uit het systeem, hoeveel grondwater, hoeveel oppervlaktewater? Voor de model is dat belangrijk, We moeten uiteindelijk toe naar die informatie. En berekeningskans is een tussenstap, maar die validatie op basis van metingen die blijft ontzettend belangrijk. Dus ik zou ook echt voor willen pleiten om de onzekerheden die er nu zijn vanuit deze studie voor het oostelijk deel van Noord-Brabant en Limburg en ook voor de satellietmetingen, om die in te vullen met metingen. Ja.
Ja, en nog, ik mag nog, als ik nog één ding mag zeggen, volgens mij is ook, dit ziet er schrikbarend uit. Hè? Het model simuleert heel anders dan de geregistreerde hoeveelheden. En we weten van allebei niet wat waar is. Volgens mij is in dat droogteonderzoek zandgronden ook iets gedaan op basis van remote sensing product. En toen, dat lag dichter bij de geregistreerde hoeveelheden dan bij de berekende hoeveelheden. Dus... Nou, dat lijkt me een prachtig bruggetje naar G. Dankjewel, Jurriaan. G, wil jij vanaf hier het stokje overnemen? Ja, dat is goed. Maar ik zag nog net een paar handjes, maar die zijn misschien nu weg. Anders dan praat ik voor mijn beurt. Joost steekt ineens. Die maakt van de gelegenheid gebruik. Om, ja, nee, ik had mijn handje opstaan. Maar ik denk, je wil het heel graag door, Matthijs. Maar kijk, ik ben helemaal voor registreren van hoeveelheden. En veel beter die administratie op het vlak van berekende percelen, et cetera, bijhouden. Maar daar is natuurlijk geen landelijke drive voor te vinden. Dat zul je toch echt als waterschap via je eigen keur moeten gaan doen. Dus verwacht nou niet dat daar een landelijke oplossing voor komt. Ga dat via je eigen keur regelen, want je kunt het gewoon zelf fixen. Allemaal, staat volk om daarop te reageren. Dat heel veel vergunningverleners daar niet happig op zijn, want het gaat heel veel extra werk kosten. Anders daarom is die brief van de minister toch de moeite. Er staan twee zinnen in van jongens, ga het regelen. Ja, ik denk dat heb je meer nodig. Ja, bestuurlijke moed en ambitie, Jurriaan. Almar. Ja, ik zit toevallig bij gesprekken tussen IPO en Unie om inderdaad ergens een grens te gaan leggen tussen de tuinberekeningetjes en de professionele berekeningen. En om dan in ieder geval te proberen landelijk die grote berekeningen, dat die echt geregistreerd moeten worden. Dat echt wordt vastgelegd wat daar wordt gebruikt. Want inderdaad, vanuit de Tweede Kamer kwamen er wel heel veel vragen. Van, goh, waarom weten we dat nou niet? En is dat niet een heel groot probleem? Nou, op die manier kunnen we dat tackelen. Oké, okay. Dus er wordt aan gewerkt eigenlijk. Goed. Peter? Ja, één ding aanvullen nog. Zeg maar, we kunnen natuurlijk naar elkaar wijzen van regel het via het Rijk of regel het via de provincies of via de waterschappen. Maar laten we nou juist gebruik maken van elkaar, zoals Jurriaan ook zegt. Hè? Blijkbaar is die behoefte, die behoefte is er bij de inhoudelijke mensen in ieder geval. En waar ook die in een bestuurlijke context naar voren komt, dan moeten we daar gewoon gebruik van maken. Dus... voor de waterschappen en de provincies is het ook makkelijker om daar zeg maar de lokale bestuurders de handen voor op elkaar te laten krijgen. Als daar een rijksdrang achter zit. En andersom, als de regio laat zien dat ze het willen en kunnen, is het denk ik makkelijker om dat ook in rijksbeleid vast te leggen. Dus nee. Niet naar elkaar wijzen, maar juist elkaar gebruik maken van de signalen die er nu op allerlei niveaus naar boven komen. Goed. Luc, en dan daarna wil ik toch graag naar G door. We zijn al stiekem bijna begonnen met de discussie. Ja, heel even een korte reactie op wat Joost net zei, van dat de waterschappen dat zelf moeten oppakken als we een betere registratie willen. Wij zijn als Waterschap Scheldestromen nu bezig met de ontwikkeling van een meld- en registratie-app, die binnenkort operationeel wordt, in ieder geval voor het zoetwateraanvoergebied Tolen en Sint-Vitusland. Mogelijk dat ook in breder verband wordt uitgezet op termijn. En ik weet dat Brabantse Delta dat daar ook melding en registratie plaatsvindt via de perceelwijzer app. Dus er zijn wel opties, maar daar zullen we onszelf toch in moeten verdiepen. En iets mee moeten doen. Maar het valt of staat ook wel met de bereidheid van boeren om daar ook werkelijk iets mee te doen. Want tot nu toe, dat is ook de reden waarom wij die app hebben ontwikkeld, om het nog gebruiksvriendelijker te maken. De bereidheid om daar op vrijwillige basis aan mee te werken, zelfs als het verplicht is, die is niet groot in dit geval. Oké, dankjewel voor deze toevoeging. G. Ja, dankjewel Matthijs. Ik zal even de presentatie delen. Even kijken.
Nou moet die er zijn. Klopt dat? Yes. Oké. Ik zal kort het project even introduceren, maar dan ingaan op de core business van vanmiddag, namelijk berekening en berekeningskaarten. Maar goed, de context waaruit wij dit namens een projectteam presenteren is het project Droogte in de Zandgebieden van Zuid, Midden en Oost-Nederland. Met een subtitel Berekening in de Land- en Tuinbouw. We zijn in februari 2019 begonnen met een project in het zandgebied, de hogere zandgronden met name. En we hebben op enig moment vastgesteld in de tijd dat het handig zou zijn om meer te weten over berekening en berekeningsperceelen dan wij toen wisten. Wij is een combinatie van, moet ik even goed zeggen. Nee, wil die nog niet bladeren? Dat wil ik zeggen. Wij is een combinatie van opdrachtgevers, financiers, dus een zestal provincies, 7-8 waterschappen, ministerie LNV, dus ze staan hier allemaal genoemd en in kleuren aangegeven via, volgens mij zijn het hydrotypen op de achtergrond, zie je ons projectgebied met name zandgronden daarin weergegeven. Dus dit is ons doelgebied en hier liepen we dus tegen allerlei informatiegebreken aan ten aanzien van berekening. Nou, dat doen we niet alleen, dat doen we met mensen van KWR, Taltaris, De Beur, HSS en Flip Witte Ecohydrologie. Dus met dit ploegje mensen zijn we de materie van droogte in het zandgebied aan het bestieren, zal ik maar zeggen. Maar op onderdelen zijn we dus bezig met berekening. Daarbij gebruiken we een aantal andere ruimtelijke data, even kort noemen. Neerslachtig kortkaarten, NDVI of NDMI of NDWI indexen. Grondwaterindexen en het neerslag overschot. Met dank aan de mensen die de SAP data hebben opgewerkt, want die gebruiken we ook met veel plezier. Nou, het project bestaat uit 3 fases. We zitten momenteel om achteraan te beginnen in fase 3. We ronden bijna af. We hebben een conceptrapport in het projectteam liggen, wat in de zomer, na de zomer officieel zal worden afgerond. En daarvoor zaten 2 andere fases. Fase 1, ontwikkeling en afstemming. Daar zijn we begonnen met de kaarten. En in fase 2 was een eerste grote slag naar de analyse van de droogte in het zandgebied. De doelstellingen zijn denk ik duidelijk, die hou ik denk ik kort. Dus de effectiviteit van maatregelen, onderbouwing van adviezen en ook een belangrijke mate een communicatieve component, namelijk boodschappen proberen over te brengen via kennis- en informatieoverdracht naar richting ons projectteam. We hebben met name gekeken naar, laten we zeggen, het landsysteem zijnde met de functies natuur en landbouw, maar ook het watersysteem. En daarbij hebben we betrokken nu allerlei informatiebronnen en ook de governance hebben we bij de hand genomen om te kijken wat voor handelingen zijn er verricht en of worden er verricht om met droogte om te gaan in waterbeherend Nederland. Uiteindelijk komt het op neer dat we willen gaan kijken in welke mate we water vasthouden, water bergen aanvoeren, ofwel water minder eruit halen, dan wel meer water in het systeem stoppen, helpt om het watersysteem robuuster dan nu in te richten en te beheren om beter bestand te zijn tegen droogte, want voorkomen kan je dat natuurlijk niet. Berekening, even to the point. Nou, de berekening is helder, is al vanmiddag een paar keer gezegd. Gewassen hebben bij droogweer een watervraag ter voorkoming dan wel reductie van droogteschade. Ik heb hier even maar genoemd het verschil tussen potentiële transpiratie en actuele transpiratie. En die watervraag die geeft druk op het watersysteem. Er wordt oppervlaktewater dan wel grondwater gebruikt om aan die vraag te voldoen. En je ziet hier grosso modo het aandeel in kubus, welk compartiment voor welk deel van de watervraag zorgt, zeg maar, in het zandgebied. En we hebben dus, zoals Jurian ook al aangaf, ook voor exercities in modellenland, maar ook om het systeem te begrijpen, willen we dus graag weten over die droogte en die onttrekkingen. Waar, wanneer, hoeveel? Dat blijft de grote vraag. En daarvoor zijn we begonnen met rekenen. Bijvoorbeeld met het LEM, maar ook met het bekijken van welke informatie hebben we beschikbaar. En toen kwamen we erop uit. LGR werd straks al genoemd in de chat. LGR is niet up-to-date en niet compleet. Dus dan zagen we al de eerste discrepantie tussen onze behoefte aan informatie en de dekking van die informatie. En ook later na, dus recent dit jaar, hebben dus UVW en IPO gepresenteerd dat de onttrekkingen en dat de informatie ten aanzien van de onttrekkingen op een tandje hoger moet om die data goed en beter te kunnen gebruiken voor operationeel beleid en structureel beleid. Dus we zijn verder gaan zoeken en daarbij hebben we geprobeerd zoveel mogelijk onafhankelijke bronnen
van informatie te betrekken in onze analyse. Dus we hebben niet, we hebben het niet bij één bron gelaten, maar we hebben geprobeerd op een aantal bronnen wat we tot onze beschikking hebben en hadden uit te breiden. Kortom, activiteiten en een aantal stappen die we hebben ondernomen. We zijn begonnen met de wel beschikbare registraties, hè, door de waterschappen, maar ook getallen die bij het CBS vandaan komen. En natuurlijk de LRM-berekeningen voor 2018 en 2019 met name. En terecht, zoals al gezegd, de zogenaamde kaart met de percelen die berekend kunnen worden in het LRM. Die komt voort uit een rapportage uit, ik meen 2013, maar slaat op de toestand in 2010. Dus in die zin is die ruimtelijke kaart is iets wat gedateerd. En we zien dus kortom bij de eerste stap al verschillen en overeenkomsten. En dachten in 2019, hey, we hebben hier vervolgactie nodig. En toen hebben we ook contact gehad met de mensen die toen de tijd bezig waren met de berekeningsmonitor, meen ik met herinneren. We hebben toen geconstateerd dat ofwel nog niet ver genoeg was, dan wel wij sneller wilden vanuit het project Droge Zandgronden. En dus zijn we begonnen met een eigen kaart samen te stellen. Te beginnen met een kaart voor het seizoen 2018 op basis van optische spectrale remote sensing informatie via de Sentinel-2 satelliet. En daar hebben we over gerapporteerd in ons fase 1 rapport. Maar parallel hebben we gedacht, even in oogschouw nemen met die verschillende bronnen, laten we Wageningen Economic Research, dat was voorheen het LEI, Landbouw Economisch Instituut, laten we hen vragen om hoe het zit met droogteschade in de landbouw in termen van droge stof, van geoogste producten en het jaarinkomen van boeren, om zo stapsgewijs ook aan de vinger achter te krijgen achter de effecten. En ook natuurlijk voor de landbouw de positieve effecten van berekening, namelijk een hogere stofproductie en een beter jaarinkomen. Nou, hoe zijn onze kaarten, om even zo te zeggen, tot stand gekomen? Nou, daar hebben we in ieder geval twee stappen in onderscheiden in de tijd. Ten eerste hebben we gekeken naar het jaar 2018, het seizoen. En we hebben gekeken wat het brekend areaal zou zijn in het zandgebied van Nederland, met geschatte hoeveelheden watergebruik voor snijmais en grasland, dus niet andere gewassen, in mindere mate. En daarbij hebben we veldinformatie gekregen vanuit de provincie Gelderland, vanuit LTO Noord en ZLTO, via dus overleg, waarneming en een enquête. En zo hebben we dus voor een x-aantal percelen, Dion van Del, die weet precies het aantal, denk ik, hebben we dus informatie uit het veld gekregen. Ik denk ook een beetje aanladen informatie van Hunzen en Aas, over welke percelen zijn nou, hoe vaak en met welke hoeveelheden berekend. En dat heeft een trainingsdataset opgeleverd voor een algoritme, wat op basis van multispectrale banden een kaart genereert, op basis van de BHP-kaart, met een soort van kans op dat het perceel werkelijk is berekend. We hebben vier categorieën onderscheiden. Zeer waarschijnlijk berekend, wellicht berekend, wellicht niet berekend, zeer waarschijnlijk niet berekend. Dus er zit ook een soort van kansverdeling in per BHP-perceel. En toen we die kaart hebben gemaakt in 2019, hebben we gekeken hoe zit het nou met de LRM-resultaten voor datzelfde jaar. We hebben ook samen met Chris van Rens van AMA's gekeken naar het regionale grondwatermodel van AMA's, om daar ook een vergelijking op los te laten. En we hebben de registraties gebruikt van de waterschappen om vergelijkingen te treffen. En met een schuin oog hebben we nog gekeken naar de verdampingseffecten van eventuele berekening op die berekende verdamping via het SAT-dataspoor. Maar daar kom ik nu vandaag verder niet op terug. En in een latere fase hebben we de kaarten voor 2018 hebben we opgewerkt via nieuwe informatie, omdat ook de tijd doorliep in kaarten van 2019 en 2020. Dus we hebben op dit moment drie kaarten beschikbaar per seizoen 2018, 19 en 20. En naarmate de seizoenen verliepen in die volgorde, werden de kaarten wel minder betrouwbaar, want er is hier en daar toch in bijvoorbeeld 2020 lokaal meer neerslag gevallen in het land, ook in het zandgebied van Nederland, wel later in het seizoen dan in 2018. Dus de situatie werd wat minder uniform droog. En de kaarten zijn wat dat betreft, met name voor 2018, hebben die de beste informatie. En die wordt iets minder in 2019 en 2020. Maar daarover zijn we nu aan het rapporteren in het fase 3 rapport. Een uitsnede, en het beeld is misschien al visueel een klein beetje herkenbaar met wat we eerder vanmiddag zagen, met een beeld van Brabant, een stukje Limburg. Je ziet hier dus in drie categorieën de berekeningsdetectie. Het is berekend, niet berekend en onbekend. We hebben die hier samengevoegd tot twee categorieën. Dus berekend blauw, geel of dan wel oranje, niet berekend en grijs is niet bepaald. Zo ziet onze kaart bij van 2018 eruit. En daar hebben we dus nu drie van die kaarten van voor het zandgebied van Nederland. Belangrijke
controles die we op dit moment nog aan het uitvoeren zijn om de rapportage compleet te maken, zijn dus vergelijkingen uit te voeren zowel qua areaal als qua berekeningsgift. En Jurriaan die gaf al aan, met als voorbeeld denk ik zijn hun Ibrahim-model, ook over de berekende hoeveelheden benodigd water voor berekening van alles op af te dingen in termen van de gifthoeveelheid, de timing van een gift en dergelijke. Dat blijft natuurlijk ook redelijke, dan wel misschien goede schatting, maar blijven schattingen hoe je dat dan precies uit kan rekenen. Maar we hebben dus gekeken om met zowel het LRM-model voor 2018 en 2019 en het model van AMA's, maar ook de registraties, in dit geval volgens mij 3 kleuren, dan heb ik even het AMA's-model hier niet in zitten, hebben we voor 2018 gekeken wat de totale berekeningsgift zou zijn in dus kubes. Dus het gaat uiteindelijk, de schaal gaat tot 100 miljoen kuub. Per waterschap hebben we data opgewerkt. En in blauw zie je dan het ontrokken gebied zoals berekend door de LRM. In oranje op basis van de remote sensing detectie berekeningskaart en een aangenomen gift van 100 mm per berekend perceel. En in grijs de registraties van de waterschappen voor 2018. En natuurlijk zie je hier ook net als in de voorgaande grafieken van andere mensen verschillen en overeenkomsten per waterschap en per bron van data. Dus er is nog werk in de winkel. De waarde ligt misschien weer spreekwoordelijk in het midden. Maar dit zijn wel de manieren om in ieder geval jullie even aan te geven waarop wij omgaan met arealen, berekeningsgiften en geschatte onttrekkingen per seizoen, per waterschap, vanuit diverse bronnen van informatie. En je kan zelf naar de kaart kijken, als je dat wil, op ons portaal. Onderin staat het adres. Volgens mij gaan we de presentatie hierna ook met iedereen delen. Maar www.droogteportaal.nl/achtergrondinformatie. Daar vind je onze berekeningskaart in terug. We zijn nog niet klaar, want we hebben een paar opvolgende acties lopen. Na het voorgaande Wekker-rapport over die droge stofopbrengst van het geoogste product en dat jaarinkomen, zijn we nu met Wekker aan de slag om alle berekeningsinformatie uit het bedrijfsinformatienetwerk vanuit de landbouw voor de periode 2010 tot en met 2019 de berekeningsinformatie te halen. En zij hebben dus berekeningsinformatie per bedrijf op basis van gewassen, op maanbasis inclusief de bron, oppervlaktewater dan wel grondwater. Het zijn weliswaar geregistreerde cijfers en informatie. Het zijn dus in die zin geen metingen. Er worden bijvoorbeeld geen gebiedmetingen verricht aan een haspelinstallatie. Maar het zijn wel redelijke schattingen. En die schattingen zijn een accountant gepasseerd. Dus die voldoen in zekere mate aan een bepaalde kwaliteit. En dan moet je ongeveer denken aan een 200-tal akkerbouwbedrijven, 300 melkveebedrijven en waarschijnlijk 100 andere bedrijven. Waarschijnlijk meer volle grond, tuinbouw en wat gespecialiseerde gewassen. En binnen dat project gaan we ook nog kijken in een vertrouwelijke omgeving, want er zijn allerlei data met een privacy statement erop. Dan gaan we ons kijken of we ons kaartmateriaal ook in de ruimte op een redelijk schaalniveau kunnen gaan valideren met de informatie die het Wekker beschikbaar heeft in hun bedrijfsinformatienetwerk database. Dus deze acties zijn op dit moment lopend en we hopen daarover in september te kunnen rapporteren. Dat is waar we staan vanuit het zandgebied van Nederland, ter informatie. Vragen en suggesties? Ik zie geen handjes volgens mij. Nou, dan. Ik heb net nog een handje opgestoken. Jan de Beste van Hunzenaars. Er ligt dus een 2018 berekeningskaart van 2 projecten. Zijn die nou ook wel eens naast elkaar gelegd? Voor die zandgrond? Nee, nog niet. Dat lijkt me wel een hele interessante, want je doet het allemaal weer net even anders, heb ik het idee. Maar ja, is dat toch een optie om eens te gaan doen? Dat is wellicht een optie. Wat G net al zei, is denk ik ook, je gaat verschillen en overeenkomsten constateren. En de vraag is dan welke van die beide kaarten de waarheid bevat, of de meeste waarheid of zoiets. Ja. En dus dat is volgens mij een beetje de moeilijkheid als je die
een soort van eindproducten met elkaar gaat vergelijken. Matthijs, het probleem is dat als je dat als uitgangspunt neemt, hè, dat je gaat zeggen, ja, welke kaart is goed, welke is fout, dan gaat dit, die vergelijking waar ik natuurlijk helemaal voor ben, stranden. Maar op het moment dat je zegt, het is niet ons doel om de ene kaart af te schieten aan de ander tot waarheid te verheffen, dan wordt het doel leren van verschillen over, en overeenkomsten. En als je het zo framed, dan kunnen we hier hele waardevolle inzichten uit verkrijgen. Want het zou mij verbazen als het ineenschuiven van de methode niet leidt tot een uiteindelijk betere methode. Dus ja, misschien dat ook wel. Ik ben wel benieuwd hoe Michelle van de STOA hierover denkt. Want het lijkt me een typisch iets om de STOA om dit op te pakken financieel ook. Oh ja, sorry. Lijkt me goed om eens naar te kijken, inderdaad, als een mogelijk vervolg. Ja. Ja, en ter aanvulling van Hans van Leeuwen. Ik denk dat het goed is inderdaad om dat vergelijk te doen. Maar ook om te kijken van wat voor functie wil je die kaart nu inzetten. Hè? Is dat bijvoorbeeld inderdaad een soort alerting en hotspotkaart, dus niet per se de waarheid 100% weergeven, maar veel meer een aandachtsfocus leggen, zodat toezichthouding en partijen die daar toch naar willen kijken, om die in de juiste richting te sturen. En dat je af en toe vals positives hebt en dat het soms voor niks is geweest, dat moet je erbij lief nemen. Maar dat zou een functie kunnen zijn, hè? Ik zit even hard op na te denken, maar... Dus naast zeg maar vergelijkingsonderzoek en leren van de verschillen en de overeenkomsten, dat is sowieso inderdaad een vervolgonderzoek waard. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om te kijken van eerst wat zou de functie kunnen zijn en dan daarmee de onderzoeksvragen scherper stellen. Ab, je had je handje omhoog. Ja, goedemiddag. Ab Veldhuizen van Wenner. Bedankt al voor de presentaties en leuk om te zien wat er allemaal gebeurt op dit terrein. En dat ik sta er helemaal achter dat er ook goed vanuit de lucht gekeken wordt. En de mogelijkheden die daarvoor zijn. Ik kom zelf vanuit de LAM-achtergrond. En daar wil ik ook een vraag over stellen. Je noemde net al, G, dat het LAM, de LAM-kaartberegeningskaart, potentiële beregeningskaart, gebaseerd is op een toch wel iets wat verouderd databestand van 2010, de mijtellingen, staat ook beschreven door Timo in de chat. Wat ik zo een beetje proef, waar ik naar op zoek ben, laat ik het anders zeggen, is: zijn er mogelijkheden, en dat kan dus vanuit beide producten komen, om om zeg maar de modellering van het LAM en de gerelateerde modellen van het LAM te verbeteren aan de hand van deze potentiële beregeningskaart of deze risicokaart, ik weet niet hoe je het wil noemen. Daar wil ik ook wel mee over nadenken natuurlijk de komende tijd. Maar hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, ik denk zelf dat het zeker wel mogelijk is. Daar zijn we ook nu met Perry en met Joachim ook al mee bezig door überhaupt te kijken, hè, de verschillende overeenkomsten te bestuderen. Maar ik denk dat het met name ook belangrijk is om het dan niet bij die kaarten te laten, maar ook dus andere bronnen er continu bij te blijven slepen. En die mijtellingen die waren toen waardevol, zijn nu weer waardevol. Als je tot betere arealen komt, hè, al was het maar op afwateringsgebiedniveau, hè, je hoeft er nog niet eens te weten welk perceel het dan exact was om tot arealen en tot volumes te komen. Natuurlijk wil je straks misschien wel op een BRP perceel weten, maar dan kom je ook misschien in privacy dingen terecht. Maar ik denk dat je dus dan op meerdere paden parallel moet blijven wedden om uiteindelijk over een tijdje tot het betere resultaat te komen. Kijk, maar om dan even plat te zeggen, kijk, een algoritme wat op basis van spectrale, multispectrale remote sensing banden tot een detectie komt, dat is natuurlijk een soort van model. Het is handig om daar andere informatie ook weer steeds bij te hebben, die ook up-to-date is als het even kan. Yes. Timo, je wilde ook nog reageren. Ja, Ab heeft het meestal gezegd. Goedemiddag, Timo Kruijndotaris. Ik zou wel de handschoen willen oppakken. We zijn bezig met een nieuwe versie van LAM 4.2 en alvast een beginslag willen maken in de informatie die verzameld is in de zandgronden en de nieuwe beregeningskaart bij de verbetering van de volgende versie van de LAM. Die zal in eind oktober uitkomen. Dus we willen wel een beginnetje maken. Maar in essentie ben ik het eens met wat Ab al stelt. En
het gaat ook om het combineren van zoveel mogelijk databronnen. En dat is ook mooi gebeurd in de zandgebieden, denk ik. En dat moeten we blijven doen. Of het nou uit mijtellingen ouderwets komt of uit satellietbeelden zou doorgaan. Nou goed, Chris. Chris Verens van de Waterschap AMA's. We hebben de LGR redelijk netjes gevuld. Of alle waardes precies kloppen, dat weten we natuurlijk ook niet. Maar we wilden er ook wat meer ruimtelijke informatie uithalen. En daarom hebben we met een student van de Universiteit Eindhoven, data science student, die heeft een script gemaakt waarbij je de opgegeven hoeveelheden van de boeren via het puttenbestand en het kadaster koppelt aan percelen. En zo kun je dus per jaar millimeters per jaar berekening inzichtelijk maken. Dus dat is zeg maar ook weer net een stapje verder. Hè. Tuurlijk willen we het ook liever weten, opgegeven per perceel en hoeveelheden en dat soort zaken. Maar op deze manier haal je er ook weer wat meer informatie uit. En ja, de eerste resultaten zien er wel goed uit. Er zijn nog altijd dingen om nog wat verder naar te kijken. Maar dit kan wel een bron zijn om ook weer naast deze kaart te leggen. Mooi, dankjewel. Veel suggesties. We gaan wat mij betreft even weer verder met de discussie. Hans die heeft een aantal stellingen voorbereid. En wij hadden zelf ook eventjes nagedacht over een heel veel zaken die wij zien als interessant om in elk geval vanmiddag even te bespreken. Is dat inhoudelijke aandachtspunten? Misschien Joost, wil jij die even toelichten? Ja, ik denk dat ik hier voor Jelle het woord kan geven. Dan kan hij meteen daarna door met... Dat is goed. Zoals hier het eerste punt staat, meer satellietbronnen raadplegen. Dat is ook wat naar voren kwam via de pilotstudie van Schelfschroom. Dus dat is iets wat wij verder oppakken om te kijken van wat kunnen we met extra satellietdata toevoegen aan de nauwkeurigheid. En daarnaast zijn er nog andere methoden om eventuele gaten op te vullen, zoals bijvoorbeeld modellering van tijdseries, dus van de NDVI tijdseries, om dat aan te vullen. Volgende slide graag. Maar ik denk wat ook goed is om te noemen is het traject waar we eigenlijk in zitten. Want dit is niet het eindproduct wat we willen opleveren. Dus we hebben verschillende fases. Wat eigenlijk begonnen is met de pilot in fase 1. En nu zijn we dat aan het opschalen of hebben we dat opgeschaald naar landelijk niveau in fase 2. Om een berekeningskaart voor 2018 te maken. Naast de opschaling hebben we ook extra databronnen, zoals ook in de presentatie van Joost naar voren kwam, meegenomen om de berekeningskaart beter te maken. En ook op basis van wat wij nu tijdens deze workshop horen, willen we eigenlijk op deze kaart van fase 2 nog een vervolgslag maken om een definitieve berekeningskaart voor 2018 te maken. Maar ook daarna zien we nog een heel traject voor ons, ook op basis van alles wat hier net besproken is en naar voren kwam. Dus er zijn er toch wel veel vragen en punten die mee kunnen worden genomen. En hierin willen we ook graag aansluiten op de vraag die er leeft, dus om daar antwoorden op te krijgen. Dus volgende slide. Nou. Wat wij eigenlijk... zelf voor ogen zien is in de volgende fase is naast een berekeningskaart voor 2018. Om dat ook voor meerdere jaren te doen. Zodat je voor elk jaar eigenlijk een seizoenaal neerslag of een berekeningspotentiebeeld hebt. Zodat je ook tussen jaren kan vergelijken. Maar daarnaast willen we ook kijken of we op een kleinere tijdschaal... inzicht kunnen geven op de hogere kans op berekening. Dus dat we naast jaarlijkse kaarten ook gaan kijken van naar het neerslagtekort eigenlijk op een kortere tijdschaal. En dat we beginnen dan op een maandelijkse tijdschaal om op die manier ook weer inzicht te geven tijdens het seizoen. En daarnaast in fase 4 en 5 willen we eigenlijk nog wat verder kijken dan alleen de temporele
of de ruimtelijke spreiding, maar ook kijken of we de beregeningshoeveelheid kunnen kwantificeren. Dus naast de indicatie of een perceel beregend is of niet, willen we ook gaan kijken of we de beregeningsvolumes inzichtelijk kunnen maken. En dat is ook deels gebaseerd op het werk wat we in Zuid-Afrika doen, wat in het begin van de presentatie ook naar voren kwam, de water auditing applicatie, waarin we eigenlijk het verschil tussen de actuele verdamping van een beregend gewas vergelijken met een niet beregende gewas. En op basis daarvan verschillen in verdamping kunnen in kaart kunnen brengen en op die manier de beregening eigenlijk te kwantificeren. En voor die methode gaan we dan ook een geavanceerdere manier gebruiken om de verdamping te bepalen. Omdat we dan niet alleen naar ruimtelijke spreiding, maar ook echt naar de hoeveelheid gaan kijken. Dus dan nemen we nog meer satellietdata mee om ons ET-look model te draaien. Dus dan naast optische data wordt dan ook bijvoorbeeld thermische data gebruikt. Om ook zo de verdamping van de bodem en de gewassen apart van elkaar te modelleren. Om zo tot een hogere of een nauwkeurige inschatting van de verdamping te komen. En op die manier kunnen we ook naast dus de ruimtelijke spreiding ook de hoeveelheid bepalen per veld. En dat zullen we dan ook in eerste instantie op seizoensniveau doen. Maar ook hier in fase 5 willen gaan kijken, kan dit ook op een maandelijkse schaal bijvoorbeeld. Om ook weer zo gedurende het seizoen inzichtelijk te maken van hoeveel wordt er beregend. Waar wordt er beregend? En dat kan eventueel ook wat net naar voren kwam. Als je zo'n registratie opzet, dan kan je daar ook een stuk validatie eventueel op doen. Of kijken van, hey, ik zie hele gekke afwijkingen. Moet ik hier iets mee? Dus op die manier zijn er allemaal verschillende toepassingen bedenkbaar. Op basis van de verschillende producten die we in de verschillende fases willen maken. En daar is het denk ik ook goed om, want dit is de roadmap die wij voor ogen zien, maar wij willen ook graag daar juist met de verschillende eindgebruikers over nadenken van, zien jullie toepassingen of zien jullie bepaalde producten of toepassingen van bepaalde producten die waardevol kunnen zijn. Dus dat is ook een gesprek wat misschien straks nog verder opgezet kan worden of in het vervolg hiervan. Yes. Dankjewel. Nou, volgens mij heeft. Is het goed om het even een stokje over te dragen aan Hans? Ja, Hans, dat is een mooi bruggetje, inderdaad. Er komt straks ook een vraag over toepassingen. Ik wou even jullie de tijd geven om in ieder geval of in een browser of op je mobiele telefoon de menti.com site te openen. En dan vervolgens de 8-cijferige code in te vullen. Voordat ik zeg maar de Mentimeter ga presenteren, hebben jullie in ieder geval dit cijfer opgeschreven en dan geactiveerd. Dan weet ik niet of iedereen dat straks gedaan heeft, maar schrijf het in ieder geval nog even op. Nou ja, dan ga ik mijn scherm delen. Kunnen jullie dit scherm zien? Ja. Dan gaan we gelijk naar de eerste vraag. Even kijken. Ik vraag eventjes aan iedereen van welke organisatie u bent. Dat geeft aan elkaar een beetje een beeld van wie hier allemaal aanwezig is. Ik zag net dat er ongeveer zo'n 40 personen waren, maar 50 mensen hadden zich ingeschreven formeel. Dus dat is een mooi aantal.
denk dat we nu op 23. Wacht nog eventjes. Partijen. Het blijft nu asymptotisch hangen op dat getal, dus dan ga ik naar de volgende. En dan is de vraag aan jullie ja of nee. Is er behoefte aan een gezamenlijke aanpak voor een landelijke beregeningskaart? Ja of nee? Ik zeg heel duidelijk een landelijke beregeningskaart, omdat er natuurlijk, zoals we al gezien hebben, verschillende methodes zijn. En uiteindelijk willen we natuurlijk weten van ja, waar willen we hem voor toepassen. Dus dan wordt het vanzelf specifieker en ook voor de contexten, zoals de zandgronden onderscheid als het westen van het land, dat geeft dan een behoorlijke waterscheiding, letterlijk en figuurlijk, ook in de toepassing. Oké, nou dat is een enorme belangstelling. Dan komen we naar de volgende vraag. Nou, voor welke toepassingen ziet u de meeste meerwaarde? Je mag er 5 belangrijkste voor je gevoel invullen en het is een soort word cloud, dus dan zie je alle toepassingen naar voren komen. Dus hier blijven we even bij staan en dat sluit goed aan op de voorgaande presentatie van ja, waar maak je zo'n kaart nou eigenlijk voor? Je kan denken aan bijvoorbeeld een ondersteuning voor toezichthouding bijvoorbeeld. Handhaving. Ja, natuurlijk ook je eigen modellen kalibreren, valideren. Grondwaterbeleid. Voor de NAI. Ik hoop dat ik het woord landbouw nog niet gezien heb. Oké. Ik vind het asymptotisch ook stil te staan. En dan natuurlijk ook de vraag wat heel belangrijk is, dan zijn we met het tussenresultaat op de goede weg? En dat mogen ook de resultaten van de zandgronden zijn natuurlijk. En alle ervaringen die tot nu toe ook met aardobservatie toepassingen in combinatie met andere data en modellen. Maar willen we naar zo'n kansenkaart toe of willen we naar een andere vorm? Kunnen we straks in de discussie daar nog wat meer over door praten. Dus onthoud vooral waarom je het er niet mee eens bent. Veel zijn er al wel mee eens. Want we horen graag andere suggesties. Oké. En dan gaan we naar de laatste vraag. Heeft u ook om dit product steeds beter te laten worden, heeft u daar ook validatieinformatie voor beschikbaar en bent u bereid om dat te delen? Dat zijn eigenlijk 2 vragen. Eigenlijk gaat het om, heeft u het beschikbaar? Oké, dat is redelijk in balans. Maar eigenlijk meeste niet, 2/3 niet. Oké. Toch 8 organisaties wel. Toch 8 organisaties wel, ja, zeker. Ja, dit is eigenlijk de basis voor de discussie. Dus Matthijs, je kan hem weer overpakken.
als je wil. Ik was eigenlijk vooral even benieuwd naar, naar deze. Zijn we met dit dus op de goede weg? Waarom eigenlijk niet? Dat was ik eigenlijk wel benieuwd naar. Of mensen bereid zijn of dat even zouden willen toelichten. Ja, wil ik wel. Ab Veldhuizen, Wenner. Ik heb inderdaad nee ingedrukt. Ja, het is natuurlijk een zwart-wit vraag. Dus ja, dan kun je ja of nee. Als het dan 51% nee is, dan is het nee voor mij. Ik heb een paar punten kritiek. Inhoudelijk vind ik het onderzoek, ja, het heruitvinden van een bepaalde manier van een wiel. En het niet gebruiken van kennis op het gebied van gewasgroei. Bijvoorbeeld een beetje ja, jammer, laat ik het zo zeggen. En waar ik zeker ook een beetje minder gecharmeerd van ben, is dat deze twee dingen die gepresenteerd zijn helemaal los van elkaar zijn gebeurd. En ook nog weer een keer, ja, wat ik al eerder noemde, met het doel bijvoorbeeld LAM als toch een grote, of NAI moet ik eigenlijk zeggen, als grote paraplu, een beetje bekaaid van afkomt als... Ja, als belanghebbende, laat ik het zo zeggen. Dus ik vind dat daar te weinig aandacht voor is. En ik vind ook dat inhoudelijk gezien, en ook dat soort zaken als 200 mm grens gebruiken en zo, denk ik, ja, dat zijn allemaal van zulke basale dingen die gewoon die kennis niet aanwezig is binnen het projectteam. Dat vind ik wel, vind ik wel behoorlijk mager, laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. Ja. Er zijn ook heel veel goede dingen, maar ik bedoel, die 49% die laat ik eventjes achterwege. De goede kant. Ja, goed. Volgens mij, feedback waar we wel iets mee kunnen. Ja, ik was de andere sukkel die op nee had gedrukt, hoewel ik het wel een mooi project vind. Ik heb vandaag een erg slechte dag, sorry. Maar... Het belangrijkste is dat ik vind dat we hier gaat nu weer heel veel inspanning hierop, maar we moeten ook gewoon die registraties op orde krijgen. Dit is gewoon altijd weer, dit gaat ons alleen maar nog meer onzekerheden geven. Maar goed, ik erken wat Joost ook al zei, dat niks gaat worden. En het tweede is inderdaad waar App een beetje aan haakt van de combinatie met gewoon procesmodellen, gewasgroei en kun je nou niet in die meetsop of sopmodellen of in mijn grondwatermodel al sneller iets aan draaien, zodat je het daar beter afbeeldt dan dat je eerst nu, ik snap dit product wordt nu vooral ook gebruikt zometeen om die modellen te valideren, maar er kan ook iets meer interactie zijn, heb ik het gevoel. Dus zoek die dan op of zo. Interactie met... Ja, met hoe we in die modellen waar we gewoon dagelijks die sommetjes mee doen, ja. die gewasgroei simuleren. Dat moet uiteindelijk natuurlijk bij elkaar komen. En kan je dat niet nu al wat verder dichter bij elkaar brengen, zeg maar? Okay. Joost? Nou ja, kijk, het punt is natuurlijk, Julian, je moet, dat hoef ik jou niet te vertellen, maar je moet die berekening natuurlijk als parameter of parameters opnemen in je model. Dus je bijt jezelf een beetje in je staart. Wat we eigenlijk veel meer zouden moeten doen. Ik heb daar ook een waterwijzer landbouwverband wel vaker op gehint. Helaas aan dovemans oren gericht. Is ga nou gewoon goede schattingen van de biomassaproducten op basis van satellieten. De firma van der Sat heeft op dat vlak in opdracht van BASF een globale dataset. Die ze iedere dag genereren op 10 bij 10 meter gegenereerd. Ga nou op basis daarvan eens kijken. Ik heb geen idee of ze voor de afgelopen 3 droge zomers met een soort van reanalysis run die biomassa productie data kunnen genereren. Maar dat zou natuurlijk een hele interessante invalshoek zijn om deze kaart te valideren. Misschien zelfs te kalibreren / verrijken. Dat zou mijn idee zijn. Los daarvan ben ik natuurlijk helemaal voor de inzet van gewasgroeimodellen, maar dan moeten we ze ook fatsoenlijk kalibreren en valideren. Oké, okay, Jan, je hebt nog een handje omhoog. Ja, ik denk
dat de vraag, tenminste die mij triggerde om hier aan mee te doen in het project, vooral was van, kunnen we niet zien waar er wordt beregend? Hè? Dus mijn bedoeling was niet om daar met modellen mee aan de gang te gaan. En ook wel vanuit de operationele sfeer, van wij moeten beregeningen handhaven. En we willen eigenlijk ook controleren als je gaat registreren bijvoorbeeld. Hè? Of er redelijk goede informatie wordt geleverd door boeren. Dus dat kwam heel erg uit die hoek. En dat je het misschien kunt gebruiken voor valideren van modellen, ja prima. Maar dat was dus niet de aanleiding, zeker niet voor mij. Oké, okay, dank voor je toelichting. Zijn er nog mensen die willen reageren of die nog graag iets willen delen in de groep? We lopen ook tegen het einde van deze bijeenkomst. G. GM microfoon. Is dat mute? Ja, precies. Dankjewel. Ik denk dat het goed is om nog een keer deze meeting een opvolging te laten krijgen. Om te kijken waar we dingen eventueel zouden kunnen combineren. En ten tweede, wat ik al aangaf, we gaan het project Droogte Zandgrond in september waarschijnlijk afronden. We denken ook aan een wat ruimere bijeenkomst. Dus ook voor mensen die niet op de zandgronden werkzaam zijn, zal ik maar zeggen. Dus dat is ook een manier waarop wij straks onze eindresultaten zullen presenteren. En daar zal dit een onderdeel van zijn. En daar blijft met name denk ik op gericht om. We kunnen heel lang en breed over een kaart of over kaarten praten. Maar het gaat erom dat al die bronnen van informatie die we hebben, uiteindelijk leiden tot A, laten we zeggen, misschien beter beleid als dat kan, maar ook betere modellen. Waardoor onze informatiebasis gewoon steviger wordt om op een nette voet de discussie aan te gaan over het waterverbruik in Nederland. Of het nou grondwater is of oppervlaktewater is. En dat er een van die middelen daarvoor zijn, een kaart of een aantal kaarten, dat is prima. Laten we maar vooral ook de hoofdzaak niet vergeten. Dat we met elkaar zoveel mogelijk onafhankelijke bronnen moeten combineren tot een gezamenlijk insluitend beeld. Want één kaart alleen of één model alleen, dat zal er niet worden. Dat zijn wijze woorden, G. Misschien als een soort van afsluiting van deze discussie wel heel toepasselijk. Ik wil nog heel even kort vertellen, wat gaan we nou met dit project doen? We hebben natuurlijk vandaag deze workshop, we willen de feedback van jullie daarin verwerken. We willen ook de validatie nog graag wat verder uitwerken. Dus er waren net 8 mensen die een vinger opstaken bij de vraag, heb je validatiedata? Ik weet niet welke 8 dat zijn, maar misschien kunnen jullie nu nog even een keer je vingertje opsteken, dan zoek ik na vandaag even contact met jullie. Boris heeft 8 keer die Mentimeter ingevuld. Oh nee. Ja. Oké, okay, ondertussen kan ik dan nog vertellen dat we de berekeningskaart 2018 dus met die validatie en de feedback gaan we definitief maken binnen dit project en dan ook beschikbaar maken op een manier die iedereen past, op verschillende manieren. De suggestie van een nog eens een tweede workshop. Het idee is ook om dat in september ongeveer af te ronden. Dus de suggestie van nog een vervolg bijeenkomst. Wellicht ook in combinatie met het afronden van de rapportage van de zandgronden is misschien dan wel een suggestie die we ter harte kunnen nemen. Maar goed, dat is even wat mij betreft. Dat moet ook STOA en G en het consortium dat daar weer bij hoort. Maar goed, daar kunnen we volgens mij nog eens over doorpraten. Michelle, wil jij, je hebt je handje nog omhoog?
Wilde jij nog wat laatste? Ja, ik weet niet of Hans nog een afsluitend woordje doet, maar het lijkt me wel heel goed dat ook opdrachtgevende partijen, en daar schaar ik mezelf dan ook onder, dat we gewoon aan tafel gaan, ook met de mensen van de Hoge Zandgrond, om eens te kijken van ja, hoe kunnen we nou die samenwerking verder vormgeven? Want G zei wel van ja, iedereen heeft zijn eigen methode en zijn eigen aanpak. Ja, dat is ergens ook wel weer heel erg jammer, vind ik. Van dat, en dan krijg je wel wat App ook weer zegt. Ja, we zijn een beetje het wiel aan het uitvinden allemaal op verschillende locaties. Dus het lijkt me wel heel goed dat we toch verder in gesprek met elkaar gaan. En kijken van ja, of je toch verder met elkaar kan. Want volgens mij zit er wel muziek in. Hoewel ik nog niet helemaal overtuigd ben van de 22 jaar die via de Mentimeter kwamen. Want er zijn natuurlijk nog veel meer belanghebbenden. Maar ik stel voor dat wij wel het initiatief ook vanuit de STOA nemen om dan met de Hoge Zandgronden de opdrachtgevers daar aan tafel te gaan. En te kijken van, ja, hoe gaan we hiermee nu verder. Want ja, anders houdt het bij ons op en dan houdt het op de Hoge Zandgrond op. En het lijkt me wel goed dat we ergens kijken of we toch gezamenlijk verder kunnen. Dat wilde ik even kwijt nog. Heel goed. Dankjewel. Nou, aan jullie allen... Tot slot ook dank voor jullie aanwezigheid en actieve meedoen en denken. Als er nog vragen zijn, laat het ons weten. En dan, dan horen jullie in de nazomer of in het najaar weer van ons. Dus dank voor jullie aanwezigheid en tot een volgende keer. Graag gedaan. Dankjewel.